for glory! Normaal gezien zie je Rico Vroeven maar één keer op één avond. Deze keer ga je Rico Vroeven drie keer op één avond zien. Oh shit, let's go. A guy who is like an underdog can be a star in one night. Het brengt gewoon heel veel spanning met zich mee. It's crazy, man. Expect the unexpected. Het is gewoon zo'n fysiek en mentale strijd. Je moet eigenlijk nooit voorbij je eerste tegenstander kijken. Win, win, win. Je moet ook allemaal boxeren. Meer de categorie. De Savasta is het midden. I'm the favorite. The gold. En dan Rico KO in de laatste ronde. Wat is er beter dan een gevecht tussen zwaargewichten? Nou, 7 gevechten tussen zwaargewichten. En dat allemaal op één avond en voor één titel. Al decennia lang zijn Nederlanders de meest gevreesde kickboxers ter wereld. Het was zo'n 20 jaar geleden dat Peter Aerts als eerste Nederlander de prestigieuze K1 won. En nu heeft Glory zijn eigen achtmanstoernooi. Dit zijn de vechters in de Glory Heavyweight Grand Prix. De Grand Prix zorgt voor een andere manier van denken, van vechten misschien wel. Een knockout zorgt voor de minste schade. Als je hem uitdeelt, natuurlijk. Het gaat er in ieder geval om dat je met zoveel mogelijk energie het toernooi doorkomt. En je moet een klein beetje geluk hebben met de loting. I'm just gonna pick the highest ranked guy within the rankings and that's Sufyan Laudu. I go for number one. First fight of the night against Uku Yurindal. I'll go for the second fight of the night. Ooh, Cookie Osaro versus Rajab Zadeh. Who can win 3 fights in 1 night and become Glory's first ever 1 night 8-man heavyweight Grand Prix champion? Dit is de route richting de finale. 4 kwartfinales waarbij we beginnen met Levi Richters tegen Uku Yurindal en we eindigen met Sufyan Laidouni tegen Rico Verhoeven. En Levi Richters heeft het dus slim gedaan, want hij staat aan die kant van het schema en hij kan daardoor pas aan het einde van de rit tegen Rico Verhoeven in de finale komen.